Goedemorgen, ik doe het maar even voor de snelheid even zo, hè. Nou, wat een feestelijk... Yes. Ik wil graag even de tafel openen en even iedereen... Ook lid van de Twente Board. En een van de actielijnen daar is infrastructuur, infrastructuur en infrastructuur. Dat komt wel van. Ja, gewoon leuk. Infrastructuur. Mijn naam is Bob Lohuis, ik werk voor Heijland Warehouses. Heijland Warehouses is een subdivisie. Ik werk deze periode en inmiddels de tweede periode. Ik denk waar we op hebben ingezet de afgelopen 4 jaar, met name dan dus XO Business Park, om die bedrijvigheid daar los te trekken. Echt vanuit de ondernemers, waarbij de aansluiting is gezocht met de onderwijsinstellingen, de onderzoeksinstellingen en de overheden. Regio Twente had er ook een grote rol in, dat is nu overgenomen door de provincie, maar ook de gemeentes zelf. Wat heel belangrijk is, de universiteit, de opleidingsinstituten zoals het ROC. Je ziet dat nu ook weer terug in de week van de logistiek, waarin heel nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht tussen de onderwijsinstellingen, de overheden en de bedrijven. En dan ook de bereidwilligheid vanuit de bedrijven om daarin mee te helpen. De man die had gestuurd, die doet wat verkeerd. Ja, en heel vaak zijn dat dan weer mensen die wel omgeturnd zijn en die dus wel chauffeur zijn geworden, maar die ervaring missen die je eigenlijk als beroepschauffeur eigenlijk in hart en nieren moet hebben. Je moet dat voelen. Oké. Zullen we nog 1 groepsfoto doen? Ja, dan... Ja? Was je er ook bij, man? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, leuk, ja. Ja, we doen ons best weer, hè. Dus, goeie